voorbeeldje. Wij in Zuid-Limburg hebben 8 kilometer Nederlandse grens en 221 kilometer buitenlandse grens. Dan is het heel logisch dat je natuurlijk veel meer buitenlanders dan Nederlanders ontvangt. Zit je nou daarentegen, pak een beet aan de kust, hè? Hier in Scheveningen. Ja, Scheveningen ook misschien nog wel, maar ergens aan de kust. Dan is het logisch dat je weer wat minder buitenlanders ontvangt. Het is allemaal heel logisch en daar stel je dus ook je behoefte op af. Nou, de lokale partijen helpen ons daar in het hele land heel goed bij. Waarvoor ook complimenten. En een van die lokale partijen, die staat er naast. Maar ik wil graag hun standpunt horen over de wietpas. En dan wel graag even verduidelijken, en niet te populair, van wietpas moet weg. Dat snappen we. Maar wat willen jullie dan precies weg en wat moet er voor terug? Nou, goedemiddag allemaal. Dank voor de uitnodiging om hier te komen praten. Ik ben Joris Wijsmuller, inderdaad gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij. En dat doe ik al meer dan 14 jaar in deze stad. Ik sta hier geen campagne te maken. We hebben geen landelijke campagne, dus daarom sta ik hier niet. Maar ik sta hier voor de stad en ik maak mij zorgen over de stad als dat Nederlandse beleid ten aanzien van cannabis, als dat door de rechtse teneur die door dit land waait, in één keer om zeep wordt geholpen. Want wij zitten in de stad en niet op te wachten dat het gebruik van een wietje, gebruik van een jointje, dat zwaar de illegaliteit wordt gedrukt. Want daarmee worden de problemen voor onze stad alleen maar groter. De Haagse Stadspartij is voor levendigheid op straat, maar de handel zien wij liever niet op straat. En het vervelende is dat een wietpas juist de handel de straat opdrukt. Omdat veel mensen die dan geen wietpas hebben, maar wel die behoefte hebben, die gaan ze gewoon ergens anders vinden. Nou, de markt die wil dat wel leveren. Dus die levert dat op straat. We hebben dat in Limburg gezien waar de problemen, de straathandel, juist de kop opsteken. Nou, dat is natuurlijk ontzettend slecht. De Haagse Stadspartij is en was en is trots op het Nederlandse beleid ten aanzien van softdrugs. We moeten daar verstandig mee omgaan. Wij hebben een aantal jaren geleden, toen de burgemeester van deze stad nog de heer Deetman heette, hebben wij nog samen met andere partijen die hier vandaag ook spreken een motie aangenomen waarin wij eigenlijk ook de burgemeester toen de opdracht gaven om de handel aan de achterdeur van de coffeeshop te regelen. Want eigenlijk moet wat ons betreft ook dat uit de illegaliteit. Ook daar kan je een hoop problemen mee opvangen. Want de grootste druk van de politie, de grootste criminaliteit, is juist het bestrijden van drugscriminaliteit. Dus we moeten juist op dat gebied zaken gewoon netjes met elkaar regelen. Helaas stuitte de burgemeester Deetman toen op de beperkingen in de landelijke mogelijkheden. Daar zijn we toen niet mee verder gekomen. We zitten nu in verkiezingscampagne, landelijke verkiezingen. Dus wat dat betreft is het wel het goede moment om ook de landelijke politiek op te roepen om op dat gebied verstandig beleid te voeren. En dat betekent afschaffing van de wietpas. En de volgende stap moet zijn het regelen van de wiet aan de achterdeur van de coffeeshops, zodat we de illegaliteit en alle criminaliteit die daarmee gepaard gaan, alle ellende die je daarmee op straat kunnen tegenkomen, dat we die de kop indrukken. We moeten gewoon verstandig omgaan met softdrugs. En daar staat de Haagse Stadspartij voor. Daar was geen speld tussen te krijgen.